duizend sterren bovenaan. Toch ben ik de hele man. Laat me boven laatste stralen van de lucht. Duizend lelkjes die ondaan, met vaste lommen aan. Laat me boven. Na de winst van de danswedstrijd Als ik maar dansen ken, staat Let's Do It weer te oefenen in de gymzaal. Zaterdagavond verzoekten wij als de dansgroep vier andere groepen. En de winst is dat ze mogen optreden op de 11e van de 11e in Maastricht. Het was ontzettend gaaf om te doen. En op een gegeven moment kwamen we de zaal in de eerste keer. En iedereen had van die Let's Do It sjaaltjes. Was echt een enorme ervaring. Ik had gewoon kippenvel in een zaal waar het bloedheet was. Dus het was echt, echt heel gaaf. Wat is er nou zo goed aan deze groep? Ik denk het teamwork en onze juf ook wel. Die houden ons wel in het gareel. Dus, maar ik denk dat we echt een groep zijn geworden omdat we zo lang al samen dansen en dat we weten wat we aan elkaar hebben en dat dat onze kracht is. De zenuwen die waren erg hoog. Dus het was wel spannend evengoed. Ondanks dat we al op grotere podiums hebben gestaan. Maar dit was ook wel een groot evenement en zeker omdat het live was, was het extra spannend. De winnaar van Als ik maar dansen ken 2019 is geworden Let's Do It! Oh ja, het is echt zo, want we hadden het gewoon totaal niet verwacht, of in ieder geval ik niet. Dus het was echt super vet. Het was echt een super ervaring, überhaupt, om mee te maken dat het ook live op televisie was. Maar ja, ik zou het zo nog een keertje willen doen. Ben je er trots op? Ja, super trots. Ik ben heel trots op de meiden en ja, op het resultaat natuurlijk. Ja. De adrenaline, echt, het stroomde door heel je lijf en we stonden, of we hielden elkaar stevig vast en we knepen allemaal aan elkaars armen. Echt zo van, wow, wat was dit gaaf om te doen überhaupt. Ja, dat was echt wel het hoogtepunt voor mij dan. In de finale moesten de groepen zich niet alleen met een eigen dans presenteren, maar werden ze ook gekoppeld aan een bekende Limburgse vastelovensartiest. De jury was unaniem in haar oordeel en koos de Meerse groep als winnaar. Toch had de jury ook opmerkingen. Er was er één stukje feedback waarbij ze zeiden van, jullie moeten meer aan de camera kijken, vond je dat niet erg flauw? Een beetje wel, omdat de andere dansgroepen dat eigenlijk ook niet echt deden. Maar ja, we hebben onze kritiek rechtgezet, zullen we maar zeggen. Dus, Want er werd ook enorm in de camera gelachen vervolgens. Ja. Wie was dat? Wie was dat? Ja, ja. Wat vond je daarvan van de jury en het commentaar? Commentaar moet je oppikken en gebruiken. Dus? Ja. Dus doen. Lachen. Lachen in die camera. Met wie wil jij graag op het podium staan, de 11e van de 11e? Weet ik niet. Ik vond met Spik en Span vond ik super gaaf. Die hebben heel veel energie. Daar krijg je heel veel energie van. Dus en Marleen. Stilzitten is er nu niet bij. Na de winst stromen de aanvragen natuurlijk binnen. We hebben nog verschillende optredens op het programma staan. Dus we hebben het nog druk genoeg. We moeten hier in het dorp nog een aantal optredens geven. Dus we hebben nog een nieuwe dans die we moeten maken om het hele seizoen op te treden. Met de 11e en de 11e mogen we optreden. Alleen daar moeten we nog van te horen krijgen welke dansen precies mogen doen. Dus ik ben benieuwd. Ja, we zijn met verschillende projecten bezig. We hebben nog niet helemaal gehoord vanuit de Shinecraft Company hoeveel dansen we moeten maken. Dus dat komt nog. Maar we hebben vorige week een concert met Lisa Zelen in Doc 6, waar we nog staan, op 12 oktober. En daarnaast zijn we hard aan het trainen voor Wormel Grutsebis hier in Meijel. En dat gaat eind november plaatsvinden. En dan midden november. En dan eind november moet onze nieuwe dans op de Herenzitting in Kessel staan. Dus ja, en dan ondertussen nog de 11e van de 11e. Dus het wordt aanpoten. De sfeer komt eraan.